Nou, de reden dat ik hier aan meedoe is eigenlijk heel simpel. Ik ben afgelopen zomer op een festival gescout door de huidige Miss Beauty of Noord-Brabant. Ik moest eerlijk zeggen, hiervoor had ik er geen idee van dat het bestond. Maar toen ben ik zeg maar gaan inlezen wat het inhoudt en waar ze voor staan. En ja, dat leek mij heel interessant en daarom heb ik me eigenlijk aangemeld. Elke merkt dat ze persoonlijk veel groei doormaakt door het ontmoeten van andere meiden en trainingsdagen. Bij de trainingsdagen krijgen ze onder andere catwalkles. Wat ik hier eigenlijk van verwacht is gewoon een ervaring rijker worden en gewoon ook een soort persoonlijke groei doormaken. Elke is ook van plan om het modellenwerk weer op te pakken. Ik ben in het verleden al een model geweest. Okay. En ik heb dat toen eigenlijk stopgezet omdat ik een puber was en ik had er geen zin meer in. Maar nu ben ik wel weer aan het proberen om het op te bouwen. Omdat het, ja, achteraf gezien heb ik er gewoon best wel wat spijt van dat ik dat niet meer heb gedaan. Ook let ze wel wat meer op haar gezondheid en uiterlijk. Maar dat komt niet doordat ze nu in de finale staat. Vorig jaar ben ik begonnen met een dieet, want ik woog toen eigenlijk 30 kilo zwaarder. Toen ben ik 30 kilo afgevallen. En sindsdien hou ik het sporten en de gezonde voeding en dat soort dingen hou ik extra goed vast. Omdat ik, ja, het zou zonde zijn om weer helemaal opnieuw te moeten beginnen. De finale op 23 december bestaat uit twee groepen. De Miss Teen groep en de Miss Beauty groep. Elke doet mee aan de Miss Beauty groep. Mocht ik winnen, dan mag ik Gelderland gaan vertegenwoordigen tegen de andere provincies op de Nederlandse verkiezing, zeg maar.